Bij bewateringssystemen kunnen verstoppingen optreden. Deze verstoppingen, die met name plaatsvinden bij het druppelsysteem, kunnen veroorzaakt worden door zoutverstoppingen of organische verstoppingen. Meestal is het een mengsel van beide. Daarom is het belangrijk om tussen de teelten door je bewateringssysteem goed te reinigen. Ik zal de stappen één voor één met je doornemen. Stap 1. Verwijder eerst de filter en maak deze handmatig schoon. Stap 2. Spoel de leidingen en de pennen schoon met schoon water, zodat het grof vuil en alle voeding verwijderd wordt. Stap 3. Maak een emmer water klaar met het pH onder de 3. Gebruik hiervoor wel de nodige veiligheidsmaatregelen, zoals deze handschoenen en bril. Stap 4. Zet de pomp in de emmer en spoel de leidingen door met de spuikraan open. Dit breekt de minerale neerslagen af. Doe dit tot de spuiwater een pH onder de 3 heeft. Dan weet je zeker dat de leidingen helemaal vol staan. Is deze lager dan 3, doe dan de kraan dicht en gelijktijdig de pomp uit. Anders wordt er druk opgebouwd en komt het water ook in de druplaas te zitten, wat weer verstoppingen kan veroorzaken. Laat het water 12 uur staan. Stap 5. Spoel de leidingen de volgende dag met een overmaat aan schoon leidingwater door. Zet de pomp over in de emmer met schoon water en zet de spuikraan open. Doorspoelen totdat de juiste pH-waarde, die van het leidingwater, gemeten wordt. Stap 6. Herhaal dan weer de vierde stap en zet de leidingen vol met het pH onder de 3. Is aan het eind weer een pH van lager dan 3, leg dan de druppelaars in een opvangbakje. Draai dan eerst de kraan dicht, zodat het zuur ook in de druppelaars zit en zet dan de pomp uit. Laat dit weer 12 uur staan. Stap 7. Herhaal dan weer de vijfde stap en spoel de leidingen en de druppelaars overmatig door met schoon leidingwater. Dit om het zure water niet te laten mengen met onze volgende stap waarin we chloorbleekloog gaan gebruiken. Een menging van chloorbleekloog of waterstofperoxide met zuur kan giftige stoffen afstaan of explosief reageren. Stap 8. Maak nu een emmer water aan met chloorbleekloog of waterstofperoxide. Stap 9. Zet de pomp over in de emmer en spoel de leidingen door met de spuikraan open. Als de leidingen weer helemaal vol staan, zet dan weer eerst de kraan dicht, zodat het ook in de druppelaars komt en zet dan de pomp uit. Laat dit weer een nacht staan. Eventuele minerale neerslagen die onder de biologische neerslagen zitten, worden nu alsnog verwijderd. Stap 10. Herhaal stap 5 en spoel de leidingen en de druppelaars weer door met schoon water. Stap 11. Plaats dan het filter weer terug en het systeem is weer klaar voor gebruik. Lees alle stappen nog eens rustig door in de bijgaande PDF.